Limmeret dan echt. Hè? Dat is die jongen van Lampen, die Limmeret tenminste. En ja, dit was telefoneren, noemen wij dat. Ik laat hem aan je rug zien. Frank, jij hebt een voorliefde, mag ik dat zo zeggen, voor zwak uitgerust, voor renners. voor wie af en toe een wolk voor de zon verschijnt. Ja. Zo omschrijf je dat ook zelf in je columns voor bijvoorbeeld haar realiteit. Sagan. Ja, Sagan is wel iemand die ook... ook al tegelijk met zo'n lichte indruk maakt van gisteren wordt die tweede verreweg de sterkste met een duur. Ongelooflijk hoe goed hij op die berg is. Want Rignon, als hij goed is, rijdt hij hem natuurlijk al op een minuut op die berg. En dan wordt hij tweede. Dan is hij niet teleurgesteld. Of dan maakt hij weer geen teleurgesteld indruk sterker. Dat ene legendarische tv-fragment naar het andere levert hem dan op. Oké, dus het gaat hem toch te goed? Het gaat hem te goed. Hij is te soepel, te makkelijk. Moet, ja, ik bedoel, de wolk voor de zon is, maar iemand moet ook... Ja, we moeten ook een beetje bij lijden. En de mooie zijkant. Ja, mooi. Dus dan jouw moment van de week. Ja, dat was vrijdag. Dat was de overwinning van Avermaat. Eigenlijk ja, in een soort tussenrit natuurlijk. Er staat niet heel veel bespel anders dan die etappe zeggen. En dan gebeurt dit. Na zoveel tweede, derde, vierde, vijfde plaatsen.